Yola. Een goeiemorgen. We zijn wakker geworden, al jodelend. Hier in de mooie bergen. Kijk een keer aan, jongens. Wat een uitzicht. Het zonnetje schijnt volop. En we zijn klaar om de dag te beginnen. Zo gaat het hier in Oostenrijk. Hè? Eerst even goed jodelen en dan zijn we klaar voor een goed vroegstuk. Een lekker ontbijtje met mijn meisje, met een prachtig uitzicht achter ons, achter jou, van de bergen. Smakelijk, hè? Smakelijk. Kijk eens, wat een mooie bergen. Dus hier ook dat liedje van is, hè, van Vrijheid in Tirol. Ja. Ah, het is echt ongelooflijk om hier te zijn eigenlijk. Tirol is eigenlijk zo'n plekje waarvan ik nooit had gedacht dat ik er ooit in mijn leven ging komen, maar waar ik wel al van alles over had gehoord. Zo weet wel, zo van ja, je weet dat, wat is er? Ik was aan het kijken wat er hier een geocache is. Ah, oké. Is er eentje? Hier vlakbij of wat? Ja, hier op 4 meter. Hangt hem in de boom? Daar gaan we er niet aan kunnen hoor. Zo'n hengelcache, dan moet je met een lange hengel hier naar boven in de boom de cache gaan uitvissen, maar daar hebben we niet de tools voor. Nee. Jammer. Dus geen geocache. Nee. Want we kunnen hem niet. Oeh, ik heb net een wesp geslagen. Oké. Okay. Ik hoop maar niet dat hij mij gaat prikken nu. Of, ja, terugslagen, stel je voor. Ja, dat zou goed kunnen. Hè. Zoals ik aan het vertellen was, Tirol is eigenlijk zo'n beetje voor mij altijd een plekje geweest waar ik wist van ja, ik ken het wel en er zijn veel liedjes over en de lederhausen en het jodelen en zo. Maar nooit om daar nu naartoe te gaan, ik weet het niet. Nee. Maar kijk, we zijn hier nu toch eigenlijk redelijk onverwachts hoor. Allee, want we waren natuurlijk de terugweg aan het uitstippelen. En toen in een keer zagen we dat Innsbruck de perfecte stop was voor ons om terug te keren. En ja, dat blijkt dus in Tirol te liggen. Hè. Tirol is eigenlijk een soort van deelstaat heet het. Een soort van provincie, zoals je dat bij ons hebt. En daar zijn dan allemaal verschillende steden onder. Innsbruck is de grootste van Tirol. Ja. Dus, het is echt wel heel erg mooi. Ja. Wauw. Ik denk dat we daar beneden, dat we daar een soort van uitzicht gaan krijgen over de stad. Dus misschien wel leuk om even tot daar te wandelen. Het is niet Innsbruck, maar daarom niet een mooi stadje dat je daar in de verte kan zien. Wauw. En alles wat hiervoor ligt, zie je ook allemaal natuurlijk. Het is prachtig, hè. Onder het motto, zoveel te doen, maar zo weinig tijd. Want we moeten echt wel eigenlijk door gaan maken. Vandaag staat nog een lange tocht op de planning. Maar voordat dat we dat gaan doen, hadden we beloofd dat we Innsbruck in beeld gingen brengen bij daglicht. En de dag is nu toch al een tijdje bezig. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we dit dorpje nu echt gaan verlaten. En dat we doorrijden naar de grote stad Innsbruck. Dan nog eventjes rondlopen. En dan weer onze reis verder zetten. Ik hoop vandaag dat we midden Duitsland bereiken. En dat we daar dan ook weer eventjes nog een nachtje slapen. Om dan echt helemaal naar huis te geraken. Dus het zijn de laatste loodjes van onze mooie vakantie. Maar zeg nu zelf, we eindigen in schoonheid, hè. Kijk eens hoe een prachtig, fenomenaal uitzichtpunt wij hebben gevonden. Wow! Mooi, hè? En dat allemaal dankzij geocaching. Voorzichtig, hè? Het is een beetje glad. We hebben wel de geocache. Ja! Woehoe, onze eerste geocache in Oostenrijk. Ja. En kijk eens bij dit prachtige mooie. Daar is de luchthaven van Innsbruck. Ah ja, ik zie het. Ja. Ja. Wow. We staan onder de grond geparkeerd, want als je boven de grond parkeert, kan er natuurlijk zoiets gebeuren. Dat de planten zeg maar uit je auto komen gegroeid. Wel cool, hè? Leuk gedaan. Kijk eens hoe we modderig water hier hebben. Ja, komt uit de bergen, hè? Ik denk het. Van het onweer, hè, de afgelopen dagen. Ja, kijk, en hier zien we ons zwaaien. Hier kunnen we de oude stad in. Zullen we dat even doen? Ik wil er nog eentje hier foto. Wil je een foto hier? Ja. Ik zal er een maken. Mooi lachen, hè? Deze gebouwtjes zijn echt super mooi. Je moet eens kijken met hoeveel details dat alles hier is afgewerkt. Prachtig, hè? Ja, heel erg mooi.
En dit is ook een heel bekend gebouw hier. Dit gebouw heeft een gouden dak. Zie je dat? Dat is heel populair hier, hè? Ja. In de streek. De toeristenattractie nummer 1. Ja? Ha. Mooi stadsport hier. Er komen donderwolkjes. Oelala. Ik hoop maar dat het geen regenwolkjes zijn. Dat het niet te veel regenen, want het is zo lekker weer. En hier zien we trouwens ook nog eens opnieuw het dak, maar dan met de zon erop. Ja. Wauw. Wauw, hè. Mooi. We zijn er niet meer lang geweest, maar toch heb ik ervan genoten. Om eens eventjes rond te keuren hier in Innsbruck. Wow, niet zo lang, dat we toch al bijna toch een uurtje hier zijn geweest. Oh ja, het is dat. De tijd gaat sneller. Het was wel heel lekker weer. Het is echt keimooi. Ja. Zoveel om te zien. Maar anderzijds hebben we wel zoiets van, ja, we hebben denk ik nu wel geen plus. Jammer genoeg werd het vandaag een zondag. Ja. Dus alle winkels zijn eigenlijk toe. Ja. Jammer genoeg, dus dit heeft eigenlijk zijn voor- en nadeel. Dus we kunnen extra goedkoop hier rondlopen. Ja, alhoewel, er waren hier een paar winkels die kijken. Ik wel graag had willen zien, zo, dat er zo'n soort van Swarovski, hoe heet het, zo'n experience winkel, experience shop. Er zijn allemaal speciale werken tentoongesteld in de winkel en dat was een soort van museum eigenlijk en dat had ik wel heel graag gedaan. Maar helaas, dat is dus niet open vandaag en enkel degene winkeltjes die open zijn, zijn dan de souvenir en ja, de borrelwinkeltjes. Oké, laat u dan maar eens gaan. Hè. Leuk het Tiroler muziek. Ja. Echt, het past hier helemaal perfect. Hè. Hier zijn de bergen en zalig. We zijn eventjes gestopt tijdens het rijden, omdat we het hier echt wel te mooi vonden om door te rijden. Kijk eens hoe mooi meer hier. En daar, een zwaan. En daar ook nog een zwaan in het water hier. Een echte. En daar in de verte een herdershond. In het gras. Ja, dit is toch betoverend mooi hoor. Ja, zo helder water. Van boven zag het er iets mooier uit dan van beneden, maar... Vooralsnog vanaf beneden ziet er ook prachtig uit hoor. Ja. Goh, die bergen ook daarachter, dat bosrijke. Ja. Ja, het is mooi en zo dicht bij huis ook eigenlijk. Toch zo wel. Prachtige natuur. Ik vind het heel raar, maar ik nog nooit eerder in Oostenrijk ben geweest. Nee? Ja, ja, kijk, bij deze. Hè. Ja, het is echt een aangename verrassing. Ja, je hebt hier heel veel van die sprookjesachtige, tot de verbeelding sprekende dorpjes. En met kasteeltjes en met watervalletjes en mooie natuur, het water en mooie bergen en zo. Ja. Dus je raakt er eigenlijk niet uitgekeken, het is zo'n mooie stier. Echt top. Ja, en nu moet je wel nog iets vinden om te eten. Ja, hier is het duidelijk niet, hier was nee, niet. Misschien boven wel. Ja. En we hebben iets gevonden, een echte Oostenrijkse pasta. Ja. Er was niks anders vegetarisch. Nee, dus dat. En ik natuurlijk een bratwurst, zoals dat hier hoort. Hè. Ja, met mooi uitzicht hier op het meer. Gaan wij nog wat snel eten. Ook een almdutler drinken. Ja. Ook typisch hier van Oostenrijk. Dat is typisch van hier, ja. Als dessertje hebben we hier nog een Mozartkugel liggen. Aha, ja. We zijn nog eens gestopt. Dit is toch wel een heel mooi plekje, hè. Wauw. Wat een mooi water. Wat een mooi uitzicht. Zalig. Kom hier tot rust. Nu lopen we hier langs het water. Jolien heeft een handdoek in de hand. Ik een statief. En Jolien heeft ook nog een badpak onder haar kleedje. Want we gaan hier een speciale foto maken. Maar wel een leuke, denk ik hoor. Nou, the end is near. Kom, doe maar je kleed uit. Wat zeg? Ja. Je wilt een foto of je wilt hem niet? Het gaat wel een mooi resultaat zijn, hè? Oh, als ik hier zo zie wat als er allemaal... Als deze resultaat nu op niks trekt, dan ligt het wel aan jou. Ik bedoel, de locatie is er, de belichting is er, een mooie badpak is er, dus... Ik heb de handdoek bij de hand, maar als het echt niet meer gaat, dan kom ik jou inwikkelen. Oké. Allee, gaat er gewoon in één trok in en dan maak ik snel die foto en dan zijn we klaar. Ja.
Goed. Maak ik hem langs de achterkant zo, van uw rug? Of, ja, oké, okay, gaat er maar in. Kom aan, ga maar. Wow, ik had niet gedacht dat je dit ging doen hoor. Is het koud? Hij zwem is. Prachtig. Zalig. Goh, maar het is wel koud, jong. Het is gewoon hier al koud. In het water geen ijs, is het ijzig koud. Waarom blijf je dan in? Oh, ik heb zo mooi. Ah, maar jij zei, hoe zot jij. Oh, zalig. Oh, wat mooi zij hier. Zalig. Je bent gewoon de ijskoningin. Ja, ik ben Anna. Elsa. De voeten zijn gemaakt. Jolene is vanuit haar badpak nog naar een kleedje gegaan. We hebben een hele fotosessie hier gedaan aan de bergen. En kijk eens wat een mooi uitzicht. Ja, je zou verminderen met zo'n decor. Ja, dat zou het gewoon zonde zijn om dat niet te doen. En ja, ik ben er wel blij mee. De foto's kan je terugvinden op ons Instagram account. Jolien_Jenno. En ik denk dat we nu dan toch echt wel Oostenrijk gaan moeten verlaten. En deze mooie pracht en praal achter ons laten. En daar het andere mooie land gaan. Dat is ook een mooi land, hè? Duitsland. Okay. En dat gaan we wel zien waar we uit gaan komen. Ik denk dat we nu nog wat kilometers gaan rijden. Dus saai vlogcontent, met andere woorden. En wanneer ik moe word, dan stoppen we en dan gaan we ergens slapen in een hotel. Zoiets aan de autostraden of zo. Gewoon iets waar we gemakkelijk kunnen slapen. Dus wish me good luck. Doe de duimpjes omhoog bij deze video. En kijk zeker morgen voor te kijken waar we ergens zijn uitgekomen. Hè? Ja. Is het gelukt? Is gelukt. Alright, doei. Jullie rijden morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.